Afgelopen week publiceerde de NCTV een nieuw document. De Nationale Extremisme-strategie. En gisteren waarschuwde de dienst voor een nieuw gevaar. Online memes. Een scenario waar de NCTV al een jaar geleden mee worstelde. Toch die beweging in de samenleving. En ik denk het belangrijkste is, wat doen we op online? We hebben een samenleving die is ingericht op een fysieke samenleving. Mm-hmm. Waar de overheid beschermt met het leger dat je niet binnengevallen wordt. En binnen een land democratisch met strafrecht. Alleen met die hele nieuwe online wereld zien we dat we daar nog mee worstelen. Ja. Hoe doen we die bescherming in de zwakkere op die online wereld binnen de democratische waarden invullen? Aan de desk hierover David Boerstra. David, we gaan eigenlijk twee rapporten behandelen, hè, waaronder deze. Vertel even, waar ging dit over? Nou, dit was vorig jaar en daar zie je de worsteling van de NCTV eigenlijk met het controleren van een narratief. Hè. Er komt een online wereld bij waar ze moeite mee hebben om die bij te sturen waar het volgens hen uit de bocht loopt. Ja. En dat spreekt hij ook uit. Hè. Hij noemt het ook echt een worsteling. En precies op diezelfde plek zat niet al te lang geleden nog generaal-majoor Van Kappen, die openlijk toegaf dat we in een informatieoorlog zitten waarbij er een preferente werkelijkheid wordt gecreëerd. Hij zat exact op die plek volgens mij waar Albersberg nu zat. Dat men informatiestromen wil sturen en narratieven wil controleren is geen geheim meer. Alleen dat het wat lastiger wordt tegenwoordig met al die vrije informatie overal beschikbaar. Dat erkennen ze nu. En ze richten eigenlijk hun pijlen op extremisme, rechtsextremisme. En het laatste voorbeeld wat dan gisteren gepubliceerd werd was het wapen van rechtsextremisme, namelijk memes. Ja, memes. Daar hebben we ook een aantal voorbeelden van. Ga even naar kijken. Dat zijn deze. Ja. Wil je rechter worden, stem dan D66. Ja, dus je ziet links de voorkant van het rapport. Memes als online wapen. Fenomeenanalyse naar het gebruik van memes door extreem rechts. Ja. Het is altijd extreem rechts. Zal ik straks uitleggen waarom. Maar wil je dan rechter worden, stem dan D66. En de bron is 9gag. Zet ze ook echt gewoon erbij. Ja. Dit staat dan dus in zo'n rapport. Hè, dat dus mag straks niet meer? Nou, of het straks niet meer mag, dat durf ik nog niet te zeggen. Misschien wordt het wel gecensureerd en buiten jouw zichtveld gehouden. Kijk, dit doet heel erg denken aan de recente veroordeling van Dries van Langehoven in België. Daar hebben ze deze lijn eigenlijk al voor verder doorgezet. Dus het gelegenheid geven aan een besloten Discord-groep. Dat heeft hem een veroordeling opgeleverd, omdat er racistische memes zouden worden gedeeld. Dus we zijn een heel stuk verder dan dat veel mensen zich realiseren. Want je kan hier ook vragen van, ja, wil je rechter worden, stem dan D66. Ja, wat is hier extremistisch aan, wat is hier rechts aan? Ja, dit is ook feitelijk, hè, trouwens. Precies, het is heel feitelijk. Dus dit heeft ook in het Reformatorisch Dagblad gestaan. Ja. Ongemak over grote aantal D66 rechters. Je hebt ook een programma gehad op de NTR. Daar zie je iemand vragen van, zou een PVV'er ook een rechter kunnen worden? Ja. Nou, dat werd ontkend. Je zou er ongeschikt zijn. Dus dit is niet feitelijk onjuist of zo. Het is ook geen desinfo. Het is alleen grappig en confronterend voor dit soort mensen. Ja. En dan krijgen we die vermenging van, het is extremistisch, want het ondermijnt de democratische rechtsorde. Maar democratische rechtsorde, dat bedoelen ze eigenlijk, het ondermijnt onze geloofwaardigheid en onze machtsbasis. Ja. Dus alsmaar moet je die woorden omdraaien. Ja, en we moeten dus straks een afweging gaan maken tussen wat is nog satire, wat is humor, wat is serieus. Daar gaan mensen heel druk mee zijn. Ja. Humor mag niet meer. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden, want we hebben in het Westen, ook met Charlie Hebdo, en alles moest kunnen. De memes, de humor, dat is waar het Westen voor stond. En dan krijgen we dit soort voorbeelden als die moeten worden bestreden. Ja, hypocrieter kan niet. Ja. David, het gaat vooral om denkbeelden, dus als ik het goed begrijp. Ja, ik zei net al extremisme. Ze hebben dus nu een nationale strategie om extremisme te bestrijden. Dan, nou, voordat we aan een vrije interpretatie gaan doen, zou ik het even citeren. Extremisme is een ideologische motivatie eigenlijk om bereid te zijn niet gewelddadig en of gewelddadige activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen. En dat is een hele interessante. Want het kan dus ook niet gewelddadig zijn. En ideologie, dat is inderdaad een denkbeeld. Mm-hmm. Dus je kunt de combinatie hebben van niet gewelddadig, dus vreedzaam, en jouw denkbeeld, hè, wat dat ook mag zijn. Dat kan vervolgens wel gewoon ondermijnend zijn voor de democratische rechtsorde. En je ziet dus een verschuiving nu, langzaam maar zeker, van strafbare uitingen, hè, of strafbare gedragingen, naar strafbare boodschappen of denkbeelden, die dus niet omschreven staan in het wetboek van strafrecht.
Maar wel vanwege deze verruiming van begrippen straks onderdeel zijn van dus het vizier van de NCTV, maar later ook van opsporingsinstanties en van het OM bijvoorbeeld. Dan kun je vervolgd worden. Want het staat hier ook, op niet gewelddadige wijze uit zich dat bijvoorbeeld door, citeer ik, systematisch aanzetten tot wantrouwen tegen instituties als de wetenschap, de rechtspraak of de journalistiek. Ja, dus als jij daar moeite mee hebt, als jij systematisch die organisaties of die journalisten, de rechtspraak, wantrouwt, en nogmaals, Gerard Spong doet dat ook, die raadt het je ook aan, dan ben je dus een extremist. En daar wordt het dan wel erg spannend. En ik heb hier ook nog een uitgebreid voorbeeld, die kunnen we misschien ook laten zien aan de kijker. Ja. Dan wil ik wel even voorlezen wat daar staat. En dan het kan bijna iedereen zich aangesproken voelen, denk ik. Extremisten kunnen dit doen door bijvoorbeeld het verspreiden van boodschappen die gericht zijn op het delegitimeren van instituties, de open samenleving, heel bijzonder, de manier waarop men met elkaar omgaat, of het verspreiden van vijandbeelden over instituties, het zaaien van twijfel over zaken waarbinnen de wetenschap weinig oneenigheid over bestaat, of door de legitimiteit van bijvoorbeeld de politiek of de politie af te wijzen op basis van een bepaalde ideologie. Ja, klinkt allemaal erg arbitrair. Nou ja, precies. Boodschappen die gericht zijn op de open samenleving. Ja, volgens mij was die hele anti-QR-codebeweging gericht op de open samenleving. Dat was precies wat we wilden. Delegitimeren van instituties. Nou, we hebben net gezien de WHO, die wij onze soevereiniteit overdragen. Ik zou best kunnen voorstellen dat heel veel mensen, net als de hele Kamer, denkt van nou, dat moeten we niet doen. Dat moeten we hier in Nederland houden. Die zeggenschap moeten we bij ons houden. Dus zo zie je maar. Voor je het weet ben je een extremist. Ja, Willem, zie jij een verband tussen jouw zaak en dit soort rapporten? Absoluut, want mijn zaak staat niet in isolatie. Er zijn tientallen mensen die politiek worden vervolgd in Nederland. Juist omdat ze zich uitspreken tegen bepaalde narratieven. Daar kun je een paar noemen. Twee zaken zijn in het oog springend, omdat ik dan mensenrechtenactivist ben. Nou, dat is al heel erg gevoelig om dat soort figuren te vervolgen. Toch wordt het gedaan. Raisa Blommestein heeft gisteren bekendgemaakt dat zij op 19 augustus moet voorkomen. Ja. En zij is journalist. Ja. Maar ook Gideon van Meijeren moet 28 mei voorkomen voor opruiing. En de andere is voor belediging. Dus het zijn ook weer uitingsdelicten. Het gaat over meningen, het gaat over denkbeelden. En het gaat over desinformatie. Het gaat over ondermijning van de instituties. De ene gaat dan over het oproepen tot zogenaamd geweld tegen het openbaar gezag. Wat Gideon absoluut niet doet. Maar net als in mijn zaak wordt daar de woordjes geweldloosheid voor en na worden er afgeknipt. En in Raisa haar zaak gaat het natuurlijk eigenlijk over de complottheorie van de replacement migration, oftewel de omvolkingstheorie. Ja. Dat is geen theorie, dat gebeurt. Daar kan je het mee eens zijn, kan je wenselijk vinden. Maar het is heel vreemd dat een politicus, een mensenrechtenactivist of een journalist feiten en denkbeelden en interpretaties niet mogen bespreken. Ja, in de kern is het gewoon wantrouwen richting de overheid. Maar waarom zou dat verboden moeten zijn, David? Nou, ik vind er nog iets opvallends in zitten. Kijk, rechters, dat is een instituut, de rechtspraak. Maar wetenschap en journalistiek, we hebben het de hele tijd over de pluriformiteit en het debat. Ja, dus nee, er zijn helemaal geen instituten. Je weet ook meteen waar dit over gaat. Hè? Van twijfel over zaken binnen de wetenschap waar weinig oneenigheid over bestaat. Hè? Dat is natuurlijk de klimaatverandering. Hè? Daar mag je niet meer aan twijfelen. En verderop bij de aanpak lees je ook van, nou, het gaat dan over verschillende ingewikkelde beleidsvraagstukken. Hè? Dus blijkbaar kunnen wij dan als bevolking dat niet meer op waarde schatten, want het is ingewikkeld. Maar goed, het zijn ook onze dossiers trouwens. Stikstof zie ik hier staan, corona, migratie, geven zuurstof aan complottheorieën. Nou, dan een stukje verder lees je. Al deze ontwikkelingen versterken elkaar en kunnen de democratie ondermijnen. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat jij niet, en zeker niet hardop, te veel vraagtekens zet bij het uitgestippelde beleid. Als jij een boer bent en je wordt onteigend omdat stikstof gevaarlijk is voor de natuur, of die staat op omvallen en je gelooft dat soort nonsens niet, dan ben je straks een extremist. Hè? Geloof je niet in dat we hier in een samenleving leven waar misschien het iets te druk wordt en je wilt de grenzen dicht, hè? Of migratie. Dan ben je ook zomaar. Het is natuurlijk vooral het zogenaamde preventieve karakter. Als het gaat om, als er sprake is van een mogelijke dreiging vanuit stikstof, vanuit geen 1,5 meter afstand houden, dat soort zaken. Heel veel is gefundeerd op mogelijke dreiging. Maar niet op en het werkt in lagen. Kijk, dit is een rapport, maar dan is er in Engeland ook een rapport uitgekomen van NGO's die bijna alle complottheorieën linken aan antisemitisme. En daarvoor moeten er dus weer allemaal wetten worden aangenomen voor hate speech. Dan heb je die uitingsdelicten. Dan
trekken het al in het criminele veld. En op die manier, in Gideon's zaak, herhaalt het OM nog maar eens een keer dat opruiing aanzetten tot gedachten aan criminele gedraging of feiten is. Ja, op dat moment dan ben je dus de gedachtenpolitie aan het spelen. Ja. Dat is keihard in strijd met de vrijheid op geweten en de vrijheid van gedachten. Maar dit is de criminalisering van afwijkende meningen. Het is in allemaal laagjes wordt dat opgedeeld. Het staat hier ook, dit gaat over jou trouwens, zonder je naam te noemen, maar het aanpakken van extremistische aanjagers, hè, dat ben jij dan. Doelbewust kunnen volgers worden aangezet tot geweld of wordt wantrouwen tegen de democratische instituties of groepen in de samenleving gevoed. In dat geval kunnen deze boodschappen een dreiging vormen voor de democratische rechtsorde, daar heb je hem al, ook als ze niet rechtstreeks aanzetten tot geweld. Dus je kunt, hè, als je gewoon vreedzaam je boodschap uit, staat hieronder, gewoon vervolgd worden, want afhankelijk van de uiting van de extremistische boodschap is een strafrechtelijke aanpak mogelijk. En dat bedoel ik dus met die opschuiving. We hebben gewoon een wetboek van strafrecht waar alles in staat. Maar de NCTV is nu een grond aan het creëren waarbij denkbeelden en de uitingen daarvan straks veroordeeld kunnen worden. Ja, Matthijs, maar dat is de NCTV. We hebben ook de rechter nog, toch? Ja, democratie is georganiseerd wantrouwen. Dus je moet altijd de politiek of instituties kunnen wantrouwen. Je moet overal vragen bij kunnen stellen. En er zijn in de rechtspraak zijn gewoon duidelijke regels vastgesteld over wat wel en niet mag. En die zijn ook heel erg goed. Smaad mag bijvoorbeeld niet. Je mag niet zomaar politici ergens van beschuldigen wat zij dan niet hebben gedaan zonder dat er enige grond voor is. Maar je mag wel vragen stellen bij bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Je mag vragen stellen bij eigenlijk alles wat je wil. En we hebben groot vertrouwen in de vrijheid van meningsuiting. En dat in het publieke debat altijd de waarheid zal overwinnen. Ja. David, wat kun je ons nog meer vertellen over dit en dat andere rapport? Nou, bij die aanpak van die strategie was ook gelijk een ander document gedeeld over hoe ze dat nu precies doen. En dan, wordt het ook wel spannend, dan zie je dat bijvoorbeeld er een speciale training is binnen een Rijksopleidingsinstituut om het tegengaan van radicalisering te regelen. En dat is dan gericht op anti-institutioneel extremisme. De DSA wordt hier al genoemd als een hulpmiddel. Het ontwikkelen van nieuwe online interventies wordt besproken. En het gaat hier ook weer over dus dingen die legaal zijn, maar schadelijk. Er staat hier onderzoeken of een duidingskader gevormd kan worden met betrekking tot de borderline of legal yet harmful. Dus wat gewoon toegankelijk, gewoon legaal is, maar toch schadelijk. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hate speech. Je mag dingen uiten die niet per se strafbaar zijn, maar wel voor iemand misschien schadelijk kunnen zijn. Ook dat kan dan worden ingeroepen. En tot slot de inzet om platformen zoals Telegram en Twitter ter verantwoording te roepen. Die heb je ook nog. En ze willen het verdienmodel van online platforms waar dit soort informatie beschikbaar is, willen ze aanpakken. Ja, en hoe zouden ze dat kunnen doen? Bijvoorbeeld door je bankrekening af te nemen. Ja, hoe is het met jouw bankrekening? Ja, dat ligt nog steeds ter hoger beroep, al 2 jaar. Jij kan daar niet bij? Nee, we hebben geen bankrekening. Je hebt geen bankrekening? Bij de stichting. En het is een grondrecht. Inmiddels zijn er heel wat nationale en ook internationale uitspraken over geweest. En dat is ook de reden waarom het Hof er niet aan wil. Want we gaan natuurlijk gelijk krijgen. Maar er moet zoveel mogelijk schade worden toegebracht. De Stichting Voorbaarheid. De Stichting Voorbaarheid, ja. David, maar hoe gaat dat hier bijvoorbeeld kunnen landen dan? Hoe bedoel je? Je zegt dat zouden ze de bankrekening van Blackbox kunnen blokkeren of bevriezen? Ja. En dat zie ik met die Digital Services Act nog wel gebeuren ook. Dat dit soort noodgrepen aangewend worden. En misschien wel buiten het OM om. En dat ze gewoon tegen een bank zeggen van weet je wel zeker dat je die lui wil financieren? Ja. Het is misschien goed om in onze rechtszaak tegen de bank hebben wij dit rapport al ingediend in andere versie, namelijk de versie van de NCTV aan alle banken in 2020. Er staat bij ons op de website. Dus hoe weer je extremisten uit de bank? Ja. Dat is al een langlopend project om extremisten, tussen aanhalingstekens, dissidenten, critici, de bankrekening af te pakken, zodat ze zo min mogelijk kwaad kunnen. En dan kom je in het nieuwe censuur, namelijk freedom of speech, maar niet freedom of reach. Ja. Je mag alles zeggen als het maar in jouw echokamer is. Ja. Maar David, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Want ik denk ook dat er mensen zijn die denken, ja, maar het is niet zo dat er een knop is in Den Haag met het uitzetten van de bankrekening van Blackbox. Daar zit weet je dat een freedom convoy nog in Canada? Ja. Daarvan werden de bankrekeningen bevroren. Zonder tussenkomst van rechter? Ja.
En Willem, ik zie jou heel erg eerst. Ja, nou, dat is niet alleen de bankrekening, maar ook bijvoorbeeld die escalation portals. Er kan al vanaf 2019 kunnen ambtenaren direct bij social media inloggen en berichten verwijderen of accounts op slot zetten. Ambtenaren, niet medewerkers van Facebook of Meta, ambtenaren. Dus dit is al common practice eigenlijk. Wat jij zegt, de waarheid overwint. Ja. Hoopvol ben jij dan nog als je dit soort situaties hoort? Nou ja, daar gaan we het zo ook steeds over hebben. Vroeger was het internet wel echt een vrije plek waar juist iedereen zijn boodschap kwijt kon en mensen kon bereiken. En je ziet wel dat het steeds meer onder druk komt te staan. Maar nog steeds heb ik er vertrouwen in dat in het publieke debat samen een weg gevonden wordt waarin de waarheid wel overwint. Dus dat vertrouwen heb ik nog wel. Ja, stel, jij wordt ik heb veel vertrouwen in de samenleving. Ik heb minder vertrouwen in grote bedrijven en in overheden die informatienarratieven willen controleren. Maar ik heb wel een groot vertrouwen in mensen. Ja, stel, jij wordt gekozen daar in Brussel. Wat is dan het eerste wat je doet? Nou, dan op dit vlak zal het in ieder geval zeker zijn dat we censuur stoppen. Die censuurmachines. Die filters die er op informatie worden gezet. Ja. Dat we de vrijheid van meningsuiting beschermen. Dat informatie niet zomaar verborgen kan worden op last van overheden of door grote bedrijven die met geld de informatievoorziening eigenlijk inkomen die je tot je krijgt. Ja. David, het laatste woord is aan jou. We hebben dit soort dossiers vaak behandeld. Zullen we waarschijnlijk ook vaak nog gaan doen als het aan jou ligt. Waarom is het zo belangrijk om je aandacht op te houden? Omdat het een glijdende schaal is. Je ziet het steeds opschuiven. In het begin is het alleen maar even in de gaten houden. Daar is de NCTV bovendien voor op de vingers getikt. Dat ze in het geniep burgers bespieden. Daar zijn ze mee gestopt, zeggen ze dan. Maar goed. Het begint bij een dreigingsanalyse. En het eindigt dus nu bij vreedzaam gedrag straks kunnen gaan vervolgen. Nou, dat moet je naar buiten brengen. Dat moet je aantonen van kijk jongens, deze kant gaat het op. En dan kun je het ook stoppen. Maar als niemand dit ziet, behalve de inlichtingendienst en Big Tech, dan loop je in een fuik waar je, als je er eenmaal in zit, denk ik niet meer uitkomt. En dan neem je gewoon aan voor, nou ja, dit is de situatie waarmee we te dealen hebben. Het zal wel, maar ik hoop dat we dat stadium nog even voor kunnen blijven. Dankjewel, David Boerstra.